Welkom bij deze video over beweging. In deze video ga ik het allereerst hebben over het verschil tussen verplaatsing en afgelegde afstand. En daarna ga ik het hebben over een eenparige cirkelbeweging. Ik sluit deze video af met twee voorbeeldsommen. Stel je voor, je loopt de marathon van Rotterdam en in 4,5 uur heb je de volledige 42 kilometer en 195 meter afgelegd. Nou, je start natuurlijk op hetzelfde punt als waar je finisht. Eerste vraag, wat is dan de verplaatsing? Eerder heb ik je geleerd dat verplaatsing hetzelfde is als de eindplaats min de beginplaats. Dus x-eind min x-begin. En dat is in dit geval 0 meter. Waarom dan? Omdat de beginplaats gelijk is aan de eindplaats. Dus oké, de verplaatsing is 0 meter. Daaruit volgt dus dat de gemiddelde snelheid 0 km per uur is, want v gemiddeld is delta x gedeeld door delta t. Delta x is 0, dus v gemiddeld is 0 km per uur. Maar dat klinkt niet helemaal logisch. Want hoe kun je nou met een gemiddelde snelheid van 0 km per uur toch een volledige marathon afleggen? Nou, het zit hem in de definitie. Er is een verschil tussen verplaatsing en afgelegde afstand. En in de natuurkunde hebben we er twee verschillende symbolen voor. Namelijk delta x voor verplaatsing en s voor afgelegde afstand. En om het verschil tussen deze twee begrippen duidelijk te maken heb ik een ander voorbeeld. Je ziet hier het mapje van Rotterdam rondom de Erasmusbrug. En ik heb hier een startpunt en een eindpunt van een wandeling. Nou, normaal gesproken wandel je gewoon over de brug en daarna een stukje over het vasteland, in dit geval naar het eindpunt. Dit is wat je noemt de afgelegde afstand. De afstand die je werkelijk aflegt om van A naar B te gaan. De kortst mogelijke afstand is deze rode lijn. En dit noem je de verplaatsing. In werkelijkheid zul je dit nooit afleggen op deze manier, want daarvoor moet je een stukje zwemmen door de Maas. En de meeste mensen in Rotterdam doen dat nou eenmaal niet. Dus er is een verschil, de zwarte lijn is de afgelegde afstand, de afstand die je werkelijk aflegt, en de rode lijn is de verplaatsing, de kortst mogelijke afstand van A naar B. Voor veel vragen in het natuurkundeboek maakt het echt helemaal niks uit of je te maken hebt met verplaatsing of afgelegde afstand. Dat komt namelijk omdat heel veel bewegingen rechtlijnige bewegingen zijn. En dan is de verplaatsing nou eenmaal gelijk aan de afgelegde afstand. En dat wil ik je laten zien aan de hand van het autootje. Het autootje gaat een stukje rijden en zoals je ziet is de pijl van de afgelegde afstand even groot als de pijl van de verplaatsing. Dus de afgelegde afstand is even groot als de verplaatsing. Bij een eenparige cirkelbeweging maakt het juist wel uit of je te maken hebt met verplaatsing of afgelegde afstand. Het is van belang om onderscheid te maken tussen deze twee. Maar wat is dan eigenlijk een eenparige cirkelbeweging? Eenparig weet je waarschijnlijk wel. Eenparig betekent constant. Dus een eenparige cirkelbeweging is een cirkelvormige beweging met een constante snelheid. Nou, nu gaan we eens kijken of we een eenparige cirkelbeweging wat nauwkeuriger kunnen beschrijven. Welke afstand wordt er afgelegd bij één volledige cirkelbeweging? In de wiskunde heb je waarschijnlijk wel eens geleerd dat dat de omtrek van een cirkel heet. Misschien heb je ooit wel eens geleerd dat als je een touwtje rondom een cirkel legt en vervolgens haalt het touwtje eraf en je meet de lengte van het touwtje op, dan krijg je de omtrek. Nou, de omtrek is dus de afstand die je aflegt als je één volledige cirkelbeweging hebt afgelegd. Dat noem ik S, want het is een afgelegde afstand. En die bereken je door 2 keer pi keer r. R is de straal in dit geval. S de afgelegde afstand, r de straal van de cirkelbeweging. Wat is dan de verplaatsing? Waarom is de verplaatsing gelijk aan 0 meter als je één volledige cirkelbeweging aflegt? Nou, dat komt natuurlijk omdat je beginpunt hetzelfde is als je eindpunt. Er is dus echt een verschil tussen afgelegde afstand en verplaatsing. De snelheid bij een eenparige cirkelbeweging wordt de baansnelheid genoemd. En de baansnelheid die kun je berekenen met de formule 2 keer pi keer r gedeeld door hoofdletter t. En hoofdletter t is de omlooptijd. En dat is de tijd die nodig is om één volledige cirkelbeweging te maken. Nou, deze formule wil ik gaan toelichten aan de hand van een voorbeeldsom. Ahmed die zit op een draaimolen. Hij bevindt zich op 2,5 meter vanaf het draaipunt. En in 8,5 seconden maakt hij 1 volledige ronde op de draaimolen. Berekenen de baansnelheid van Ahmed en geef die op in kilometer per uur. Hiervoor kunnen we de formule gaan gebruiken. V is 2 keer pi keer r gedeeld door t. Wat is r? In dit geval is r 2,5 meter. Want Ahmed bevindt zich op 2,5 meter ten opzichte van het draaipunt ofwel ten opzichte van het middelpunt van de cirkelbeweging. Dus in dit geval 2 keer pi keer 2,5 gedeeld door 8,5 natuurlijk, want 8,5 seconden is de omlooptijd van de draaimolen. En daaruit volgt dat de baansnelheid 1,8 meter per seconde is. Daarmee heb je natuurlijk nog geen antwoord gegeven op de vraag, want je moet het omrekenen naar kilometer per uur.
Dus je vermenigvuldigt 1,8 met 3,6 en dan krijg je 6,7 km per uur. Wat gebeurt er als Ahmed verder van het draaipunt gaat zitten? Nou, dat wil ik je toelichten aan de hand van een plaatje. Je ziet hier de oorspronkelijke cirkelbeweging van Ahmed en nu gaat hij verder vanaf het middelpunt zitten, dus hij krijgt een grotere cirkelbeweging. Wat zie je? Allereerst zie je dat de straal groter wordt en daardoor wordt de omtrek ook groter. De omlooptijd verandert niet. Waarom niet? Nou, zo'n draaimolen heeft een vaste draaischijf en alle objecten op die schijf draaien met die schijf mee. Dat betekent dus dat alle objecten in dezelfde tijd één rondje maken. Dus de omlooptijd van Ahmed kan niet veranderen. Dus zijn afstand wordt groter, de afstand die hij aflegt, maar de tijd verandert niet. Dan moet dat dus wel betekenen dat de baansnelheid van Ahmed omhoog gaat. Dus naarmate hij verder van het draaipunt afgaat, dan wordt dus ook zijn snelheid groter. Waar is de baansnelheid van Ahmed dan 0 meter per seconde? Nou, dan moeten we eigenlijk de omgekeerde beweging maken. Je moet juist naar het middelpunt van de cirkelbeweging toe. En als je precies op het middelpunt van de cirkelbeweging staat, dan is je baansnelheid gelijk aan 0 meter per seconde. Waarom? Op het middelpunt leg je geen afstand meer af. Je draait weliswaar een rondje, maar je legt geen afstand af in een cirkel. Dus is je snelheid ook 0 meter per seconde. Laatste voorbeeldvraag. De aarde die beweegt nagenoeg met een eenparige cirkelbeweging rondom de zon. De baansnelheid is 29,8 km per seconde. Moet je nagaan, in 1 seconde legt de aarde 29,8 km af rondom de zon. De vraag is, bereken de afstand van de aarde tot de zon. Nou, het lijkt alsof je misschien een gegeven tekort komt. De omlooptijd staat namelijk nergens. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Als je logisch nadenkt, dan wist je waarschijnlijk wel dat de aarde 365 dagen nodig heeft om één keer rondom de zon te bewegen. Dus de omlooptijd is ook 365 dagen. De baansnelheid staat in dit geval in kilometer per seconde. En je mag die snelheid in kilometer per seconde laten staan, maar dat heeft wel twee gevolgen. Allereerst moet dan ook de omlooptijd in seconden komen te staan. En daarnaast is het zo dat je dan de omtrek of de straal berekent in kilometers en niet in meters. Nou, nu gaan we aan de slag met de formule. V is 2πr gedeeld door t. En je wist al dat de snelheid 29,8 km per seconde is. En voor t, de omlooptijd, vullen we de tijd in seconden in. Nou, 1 jaar heeft 365 dagen. Iedere dag heeft 24 uur en ieder uur heeft 3600 seconden. Dus 365 keer 24 keer 3600, dat levert je de tijd van een jaar in seconden op. Je wil in dit geval r berekenen. De straal van de aarde tot de zon. Dus 2πr is hetzelfde als 29,8 keer 365 keer 24 keer 3600. Ik heb niets anders gedaan dan de formule herschrijven. Dit kun je intikken in je rekenmachine en dan krijg je 2 keer πr. Is dat enorme getal? Nou, we willen r berekenen, dus dan deel je dat enorme getal door 2π. En dit zou je eens even na moeten doen, deze berekening. Want ik zie vaak dat leerlingen hier een tikfoutje maken in hun rekenmachine en op een ander getal uitkomen. Maar als je de berekening correct uitvoert, kom je uit op 1,50 keer 10 tot de macht 8 kilometer. Ofwel 150 miljoen kilometer. Nou, de straal is gelijk aan de afstand van de aarde tot de zon. Waarom dan? De zon staat in dit geval in het middelpunt van de cirkelbeweging van de aarde. Dus de afstand van de aarde tot de zon is 150 miljoen kilometer. In deze video heb ik je uitgelegd wat het verschil is tussen verplaatsing en afgelegde afstand. En ik heb je uitgelegd wat een eenparige cirkelbeweging is en welke formule daarbij hoort. Nou, die formule kun je goed om de knie krijgen door daarmee zelf aan de slag te gaan. Maak wat oefenopdrachten uit je boek en je zult zien dat deze formule op zich best goed te doen is. Veel succes!